Parijs is nog ver. Oosterhout is nog ver. Oosterhout is nog ver. Goed zo. Ja, de ballen dus van Eola gaan zo meteen de hand in plaatsen op de startlijst van deze vierde etappe. Branden de zon laten staan. En ook de fietsmaatjes zijn vandaag hier aanwezig. Gaan zich dadelijk positioneren voor het peloton. Pak je zo'n beetje langs de motor te hangen, ook daar half. Maar we gaan naar het volgende team, team DSM. Ja, maar daarin dus de drager van de winnentrui. Podium team DSM. En zij beginnen er vandaag aan met Samuel Welsford, met Tobias Andersen, John Degenkolb, Alexander Edmondsen, Niels Eekhoff en Patrick Eddy en Tim Nabelman. Oosterhout, laten we horen voor team DSM. De riders van Green Projects, Bardia. Edward Plankaart met Jensen Polruit en Siebe Roesens. Dames en heren, in Oosterhout, laten we horen voor Alpecin de Koning. Hier is die Laurens. Ja, hier staat inderdaad de man met 17 etappes in de Giro, 34 in de Tour de France, 7 in de Vuelta. De wereldkampioen van 2011, Oosterhout, laten we horen voor Mark Cavendish. Met Kees Bol. Davide Martinelli, met Jubergen Nurlatissim, met Gleb Sericha en Voorhain. We are all here to cheer for Mark Cavendish. It's probably one of my last races in the Netherlands, in Holland, so it's super nice to be here. Thanks everyone for coming. De laatste wedstrijd op Nederlandse bodem dus voor de kampioen van Groot-Brittannië. Ik ben uiteraard welkom bij de ceremonie protocolaire huldiging, waar we niet alleen de winnaar van de etappe huldigen, maar ook de eerste drie in het algemeen klassement van ZLM Verzekeringen. Met voor de eindwinnaar de gele trui. De leider in het puntenklassement gaat straks gehouden voor de groene trui. Van de presentielijst, een overdovend applaus voor de gele trui. Draait leidt het algemeen klassement van ZLM Verzekeringen. Hier is hij, Olaf Kooi. Presentatie van het team Jumbo-Visma, maar nu het tekenen van de presentielijst. En met Olaf gaan we even terugkijken op de afgelopen dagen. Voor de etappe zeker vandaag natuurlijk heel belangrijk als het peloton bij elkaar zou kunnen blijven. Ook die bonificatie komt die een rol gaan spelen. Ja, natuurlijk. Er staan nog een aantal man dichtbij. Dus bonies kunnen nog altijd een rol spelen. Voor jou ook een voorbereiding wat er nog komen gaat de rest van het seizoen deze ZLM Tour? Goh, het is voor ons gewoon een wedstrijd op zich natuurlijk. Dus niet per se voorbereiding of zo wat nog komt. Maar ja, het is altijd een wedstrijd. Een etappekoers in de benen helpt ook altijd mee richting wat nog komt. Ik wens heel veel succes, ook het publiek uiteraard. Ik ben zelf de stad hier bij ons, die vandaag de start zijn gaat geven. Allereerst voor de fietsmaatjes, een speciaal project hier in Oosterhout. Ik bedoel, we staan hier in zo'n overgrote Oosterhout. Ik heb het vaker gezegd, de organisatie krijgt ook het weer wat ze verdienen. Nou, dat blijkt wel weer, ja, zeker. Het is weersomstandig ook een hele mooie locatie om de startplaats te vinden hier binnen in de Oosterhout, op de grote markt. Ja, nee, dat klopt. Het is gewoon echt super om te zien hoeveel mensen er zijn, hoeveel sporters. Ja, het is gewoon echt een geweldige dag. Het smaakt naar meer, dus echt geweldig. Maatjes, 5, 4, 3, 2, 1. En de mannen gaan beginnen, de fietsmaatjes. We gaan van Olaf Kooi, de directeur van ZLM Verzekeringen. Ja, heel veel foto hier met Jacco Maresco, de drager van de groene trui van de scholen. 5. 4, 3, 2, 1. Hier de start. Heel veel succes in het duel. A lot of success today. Hoogstrand, Vila Vol, Wanna Fortuna, Mundo Successo. Die gaat om 158,5 kilometer. Rood zware kilometers in de grote finale van de ZLM Tour.
Wij gaan zo dadelijk richting aankomst zijn bij de op de kopnaam waar de finish plaats zit. Daar zijn we volop aan. Ja, die gaat er zeker wel op de grens. Ja, die gaat er zeker wel op de grens.